Ik weet niet meer wat het is. Okay. Ik heb dit opgeslagen. Ja. En ik weet niet meer waarom. Ik weet alleen dat het bijschrift is... Didn't see that coming. Taba. En nou ja, het is flink viral gegaan. 11 miljoen keer bekeken. Ik heb geen idee meer wat het is. Terwijl het is 2 maanden geleden. Zo lang duurt mijn geheugen blijkbaar. 2 maanden of zo. Laten we, zullen we kijken? Ik weet niet wat het is. Play, motherfucker! Je hebt alleen de belofte. Ja, dan gaat iets. Didn't see that coming. Maar ik ben gewoon vergeten wat we niet eraan zien komen. Ja, oké. Okay. Terwijl ik heb het al een keer gezien. Je hebt het al gezien. Okay. Maar je bent dus vergeten. Ja. Je hebt wel het idee dat iets aankomt. Ja, maar ja. Je hebt het ook opgeslagen en al gezien. Ja. En toen ben je het weer vergeten. Ja. Ja. Oké, okay, zij gaat waarschijnlijk. zij gaat iets van bellen blazen ja, of zo. Ja, ja. Bellen maar op een parkeerterrein. Huh. Bellen? Ja? Oké. Okay. Maak zijn belofte wel waar. Het is fantastisch dat dit is opgenomen. Dat is één. Laten we wel wezen, zo interessant is nou ook weer niet. Iemand gaat bellen blazen op een parkeerterrein van een festival of zo. Zo ziet het eruit. Ja. Dat is op zich niet de moeite waard om op te nemen. Mm-hmm. Heeft deze persoon wel gedaan. Ja. Dat is ding één wat leuk is. Ja. Deel twee wat leuk is, is... Je hoort iemand roepen op een gegeven moment. Je hoort iemand roepen van... kijk uit of zo. We komen eraan. We hangen aan de parachute. Het gaat niet goed. Zoiets. In eerste instantie duikt zij een beetje weg met de camera. Ja. Maar ergens komt het besluit... Nee. Ik film dit. Ja, ja, dat maakt dit pas echt geweldig. Wacht, je hoort hem roepen. Ja. Zij gaat weg met de camera, dus dan denk je, ja, kut, ik zie niet wat er aankomt. Wat komt er aan? Hop, en dan opeens vliegen ze. Het zijn twee mensen. Paf! Dit geluid is leuk. Ja. En wat dan nog leuker is, is het autoalarm dat afgaat. Is dit wat de mensen die een autoalarm bedachten in gedachten hadden? Ja, maar kun je dan kan ik de eigenaar laten weten als er 2 parachutisten tegenaan geknald zijn. Zou hij dit ooit vergeten nog? Hij dit ooit vergeten? Ik ben dit vergeten. Ik heb dit 2 maanden geleden op het internet gezien. Ik ben het straal vergeten. Ik wist niet dat dit gebeurde. Dat dit jongetje? Dat hem ook niet zoveel. Ja. Dit jongetje? Batman. Batman? Maar en weet je wat dan nog de kers op de taart is? Nee. Dat die mensen er gewoon best wel... unharmed uitzien. Ik hoop het hoor. Misschien wel een beetje gebroken of zo. Ja, goed. Maar luister eens voor iets verrekt of zo. Kijk dan. Nee, maar die voorste die doet ik zijn benen te strekken. Ja. Nee, dit valt hard. Is die achterste de instructeur trouwens? Dat zou ik wel echt... Ik denk het wel. Dat zou wel lullig zijn. Een soort menselijke kreukelzone van de brokkenpiloot. Ja. Ken je die video van die paraglider? Oh holding God. On by my hands. Oh, dat is... Zie je dit? Met 1 hand probeert hij die selfie stick nog te bedienen. Van, oh, het moet wel in beeld zijn. Great. Oh, hij moet wel goed... Oh, great shot. Footage. Great footage. Great footage. Oh, jong. Oh, nee. Oh. Dit is toch een nachtmerrie? Dit heb ik ooit als nachtmerrie gehad, denk ik. Ja. Ja. Oh, kijk. Veel te hoog. Ja, dit is nog veel te hoog. Nog steeds. Ja. Hij geeft het ook wel een beetje weg. Coming in hot. Bonk. Hij breekt alsnog wel iets natuurlijk. Ja. En nu? Nu heb ik wel gebroken benen. Bonkie bonkie. Polsie gebroken. Ja. Nou. Moet en ben ik net een hangglider ongeluk als ik net heb overleefd. Als ik net de dood in de ogen heb gekeken omdat een of andere instructeur mij niet heeft vastgemaakt. Oh, not attached. Me. Me when I'm not attached. Mood. Een keertje deze. Bonk. Oh, godzijdank. Het is dat er zoveel pixels zijn. En dat ik niet kan zien hoe erg deze mensen gewond zijn.